De medische zending heeft vandaag haar vernieuwd concept gezondheidsassistentencurriculum aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid. De directeur van de medische zending, Edward van Eer, zegt dat een belangrijk onderdeel van de medische zending is het opleiden van gezondheidsassistenten, GESA's. De gezondheidsassistenten zijn de ogen, de oren en de handen van de arts in het veld. Met dit vernieuwd curriculum zijn de taken van de GESA's nu uitgebreid. Als belangrijk onderdeel van het gezondheidsteam in het binnenland is de gezondheidszorgassistent de motor achter de bevordering van de gezondheid. En de GZA is de schakel tussen de gemeenschap en het gezondheidszorgsysteem op het gebied van de gezondheidsbevordering. Om dit zo te krijgen, hebben we als belangrijkste reden voor de vernieuwing van het curriculum dit ook aangehaald. De medische zending heeft nu een curriculum waarbij de GESA-opleiding getild is naar het mbo-niveau. De toelatingseisen voor deze nieuwe opleiding zijn ook aangepast. Wij zullen deze documenten ook kritisch bekijken. En na de kritische blik zullen we dan wat ons vernemen als het goed gebeurd is of niet. We gaan ervan uit dat hij 2 jaar lang gewerkt heeft aan het document en dat het goed geschreven is alvorens het concept is veranderd. We geloven niet. Zulke dikke exemplaren, maar we zullen binnen zeggen van nou korte termijn van ons laten horen. Het vernieuwd concept van het gezondheidsassistentcurriculum is overhandigd aan Karel de Baas, hoofd inspectieverplegende en verzorgende beroepen van het ministerie van Volksgezondheid. De Baas spreekt de hoop uit dat met dit concept de dienstverlening binnen de medische zending verbeterd wordt.